Hey Ed, ja. We zijn één belangrijk dingetje vergeten. Namelijk heel veel mensen zijn bang voor de foil. Ze zijn bang dat ze erop vallen en ze zijn bang voor hun eigen veiligheid. Er zijn twee manieren om het te voorkomen. De eerste is, als je in de buurt bent van het boord, doe je niet meer aan water trappelen. Je kan je voorstellen dat de achterkant van deze mast en de pinnen vlijmscherp zijn. Dus in de buurt van het boord, en daarom heb je ook een drijfvestje bij je, doe je de handelingen met je benen stil. Dan voorkom je dat je er tegenaan slaat. Het tweede is, als je valt, spring je bij het boord weg. En je gebruikt alleen je voorste voetband, die staan heel ruim. Dus je voeten zitten in klem. Als je dreigt te vallen, dan spring je weg bij het boord, zodat je niet op de fin kunt vallen. En daarmee voorkom je kans op letsel. Ja, dat het boord vaak doorvaart dan? Ja, het boord vaak door of hij valt zo en de fin die ligt daar. Dus spring weg bij de plank, dan voorkom je de kans op letsel. Nog even een vraagje qua veiligheid. Als het boord op zijn zijkant valt, wat is dan de positie van de fin? Gaat dan het boord gedeeltelijk, of de fin gedeeltelijk onder water? Of gaat hij altijd weer in de rechtstand? Nee, in eerste instantie komt het boord zo te liggen. Ja? Dat duurt heel eventjes en daarna door het gewicht van de vleugel zal die verticaal zakken. Dus hij komt zo te liggen uiteindelijk. Ja. Oké.